Ja, dat past wel. Ik weet niet wat hun gaan doen, maar I don't care. Nou, waren we er nu weg van de plaatsen waar we wild hebben gekampeerd. Vijf jongens van onze groep die hebben wild gekampeerd, waaronder ik. De andere vijf die zaten op een blokhutje op de camping. Ja, het was prachtig, weet je. Afgelopen twee dagen zat ik in een blokhutje en het zat me gewoon niet lekker. Ja, ik vond niks, weet je. Het deed gewoon af aan de reis. Ik had me echt ingesteld op motorkamperen en niet op blokhutjes slapen. En vijf van ons hebben dus voor gekozen om op een stukje gras te gaan kamperen. We hebben daar geslapen, gekookt, gechilled, kampvuurtje gebouwd. Het was prachtig, weet je. Het is echt ervan genoten. Dus ik ben weer helemaal opgeladen. Ik ben weer helemaal gemotiveerd voor de rest van de reis. Ik had een klein beetje een dipje door die twee dagen in een blokhut te slapen. Maar we gaan er vandaag weer iets moois van maken. We gaan vandaag de gravelroute pakken. We hadden vandaag de keuze deze route of een gewone route of de gravelroute. Nou, het regent niet. Hopelijk gaat het ook niet regenen. Dus kunnen we de gravelroute pakken. Dan kom je gewoon veel, ja, het is gewoon veel leuker, weet je. En ik hoop dat het wat wordt. En dan check ik straks later weer bij jullie in. Wat me opvalt hier in Noorwegen, en ik heb het net niet opgenomen, maar een auto liet ons weer voor. Zodat we als groep verder konden rijden. En dat kom je zo vaak tegen hier. Mensen gaan even voor jou aan de kant. Zodat jij met je groep aaneengesloten door kunt rijden. Ja, dan ben ik toch wel. Het zijn hele vriendelijke mensen, vind ik. Kijk, daar is nu een auto ook. Die gaat weer even stoppen voor ons, zodat wij er langs kunnen. Moet ik even afremmen voor de bocht. En dat valt gewoon op hoe vriendelijk mensen hier zijn voor motorrijders. En mensen zwaaien ook soms als je langs de kant staat of bij het benzinestation. Kijken ze je vriendelijk aan, willen ze even een praatje met je maken. En het relaxte ervan is, ze spreken ook gewoon allemaal Engels. Ja, dus in de supermarkt, bij de kleine kruidenier, op de camping, overal waar je komt. Ook al zijn het oudere mensen, spreken allemaal Engels. Dat is echt geweldig. Het vergeleken met andere landen waar ik ben geweest, is het toch anders. Schotland was ook vriendelijk, maar niet zo vriendelijk als hier. Maar Frankrijk, België, Spanje, dat soort landen zijn mensen toch wat minder vriendelijk voor motorrijders. Dus heel interessant om te zien hoe mensen hiermee omgaan. Iets waar je wel rekening mee moet houden zijn hier, zie je schapen die hier af en toe gewoon echt op de weg lopen. Maar ook de putten en de hobbeligheid van de wegen hier. Het is geen Luxemburg, weet je, waar alles gewoon vlak is. Er zijn hier, zoals je hier ook ziet, er zo gewoon heel veel hobbels, bobbels, gaten in de grond, putten. Dus als je hierheen gaat met een heel straf afgeveerde motor of met een supersport, kan het wel zijn dat je het wat lastiger gaat krijgen en wat minder van de weg kan genieten. Maar als je zoals ik gewoon een adventure motor rijdt, een allroad, dan kom je er wel uit, weet je, met de vering. Maar hou daar rekening mee als je naar Noorwegen gaat, dat het wellicht niet interessant is om met een sportmotor hierheen te gaan. Want je gaat gewoon niet zo genieten van de weg. En ondertussen gaan wij weer omhoog, richting de sneeuw, en voel je het gewoon echt alweer koud worden, joh. Moet je eens kijken, wat een uitzicht, joh. Gewoon wolken op de bergen. Een dal beneden, prachtig. Die haarspeldbochten hier, die kom je ook vaak tegen in Noorwegen. Dus het is handig als je al een beetje bijvoorbeeld in de Ardennen hebt geoefend met dit soort bochten. Flik je niet om als je niet weet hoe je moet gassen, zeg maar, hoe je moet remmen met je achterrem en hoe je om moet gaan met al die bagage die je ook bij je hebt. Het is nu weer alsof je een beetje door een Lord of the Rings gebied rijdt. Heel mistig bovenaan, overal bergen en heuvels, rotsen, mos, kleine beekjes, heel apart. Het verschil is met toen ik in Schotland was, dan kan je lekker naar beneden gaan, naar zo'n beekje, kan je lekker gaan eten, een koffietje gaan maken, maar hier is het gewoon te koud. Het is gewoon echt te koud. Je wilt er gewoon doorheen rijden en that's it, stilzitten wil je hier niet. Ja, als je een camper hebt misschien zoals die mensen. Maar anders ook niet.
alsof je op de Noordpool bent of zo. Ongelooflijk. Echt bizar. Zo daarachter. Je ziet die hobbelwegen, hoe alles gaat. Ik zag een schaapje langs de kant. Ja, ongelooflijk dit. Die berg in de verte zie je, joh. Jullie zien het natuurlijk ietsje anders via de GoPro, vanwege die wide-angle lens. Het is net alsof je naar het hol van de leeuw rijdt, weet je, in Lord of the Rings. Naar de dark side. Ongelooflijk. Weet je, wij rijden nu niet hard, we rijden eigenlijk in een soort kolonne. Want sommige jongens die rijden gewoon ja, op een heel rustig tempo. Maar op dit moment vind ik het niet zo erg, weet je. Ik ben een beetje, ik wil gewoon de natuur op me laten inwerken. Ik krijg gewoon zo'n grote smaal van op je gezicht. Net door het laatste stukje sneeuwgebied heen gegaan. Volgens mij komt er nu een stuk minder sneeuw of niet meer. Maar je merkt gelijk het temperatuurverschil en de wind, joh. Oh, die wind is koud! Niet normaal, joh. Echt waar. Je moet ook gewoon wat op je hoofd hebben op het moment dat je je helm afdoet. Je moet je nek afdichten met een kolletje of zo. Want die wind, die nekt je gewoon. We hebben hier net lekker even koffietje gedaan. Broodje gedaan. Ik zal mijn helm even dicht doen. Nee, het is een camping. Maar dit zie je wel vaker in Noorwegen. Dat ze dit gedeelte dan gewoon openstellen voor mensen die even willen zitten en willen picknicken. En hoef je geen campinggast te zijn. Het enige wat ze vragen is dat je even je spullen, of in ieder geval alles netjes achterlaat. En je spulletjes netjes in de prullenbak doet. En dat is toch een heel mooi gewaar. En dat zie je heel veel in Noorwegen. Van, mensen stellen dingen gewoon voor jou ter beschikking, maar er wordt gevraagd om alles netjes achter te laten en gewoon de regels te respecteren die er zijn. En dat is heel mooi. En dat zie je niet vaak. Of in ieder geval, ik ben er niet in veel landen tegengekomen. Dus dat is wel heel vet. Weer netjes voor ons. We zijn nu op een stukje gravel aan het rijden. Moet je eens kijken ook in de achtergrond, joh, al die bergen weer in de sneeuw. Prachtig, joh. Ik hoop ook dat we straks wat meer gravel tegenkomen, want ik mis het wel. Weet je, dit is dan net, het is eigenlijk een soort asfalt gravel. Maar net zijn we echt over een stukje wat meer onverharde weg gegaan, maar het was een heel klein stukje. Dat bedoel ik, op de achtergrond door die berg met al de sneeuw. Niet normaal. Dank u wel, meneer. Bom. Oh man, ligt hier ergens een bom verstopt? Dit is dus budget handverwarming, handsvatverwarming of handschoenverwarming. Maar het werkt wel. Cold as fuck. Hoppa. Daar gaan we weer.
Ja, wat een ongelooflijk mooi pad is dit, zeg. Het is wel weer ongelooflijk koud. Maar ik had dit niet willen missen, zeg. Man, man, man. Je rijdt er echt weer dwars door die bergen heen. Prachtig water aan je hand, sneeuw overal. Maar hier is het dan toch weer anders dan die andere wegen waar je gewoon op een asfaltweg rijdt, weet je. Dit voelt meer alsof je er nog in zit, zeg maar. En het is af en toe een beetje tricky, want je voelt jezelf af en toe een beetje wegglijden. En soms heb je ook tegenliggers hier, zoals je net zag. Maar over het algemeen, als je gewoon niet boven je kunde gaat rijden, niet te hard gaat rijden, dan kom je hier prima doorheen. Vooral als je een beetje een allroad motor hebt, maar daar reed net ook gewoon een Harley en zo langs. Dus kan prima. Je moet gewoon even voorzichtig rijden. Het is niet nodig om te haasten hier, weet je. Geniet er gewoon van. Ja, dat past wel. Ik weet niet wat hun gaan doen, maar I don't care. Het is wel bizar dat twee richting verkeer hier. Oh ja, ik heb wel meer van die smalle paden gezien, maar je vraagt je af en toe af, waarom nemen mensen deze weg dan? Twee richting op, met auto's, weet je? I don't really get it, maar goed, het is niet mijn probleem voor de rest. Nou, nu hebben we asfalt. Vet. Even een fotootje maken. Nou, een fotootje schieten zit er niet in, want mijn telefoon is leeg. Maar die 12 volt laat ook voor geen kut op, joh. Ik weet niet, ik heb dat altijd. Die dingen laat voor geen flikker op. Het duurt hartstikke lang. Misschien is het kabel, hoor. Zou kunnen, maar thuis had ik geen last van. Dus dan maar even op deze manier. Wind, joh. Zo koud. Een soort dier of zo ligt er. Ik weet niet wat het is. Ik denk dit is zo'n skiliften. Oh ja. Vette machines ook, zeg. Asfalt is hier in één keer een stuk beter. We zitten hier vandaag weer even op de camping.
heb mijn tentje hier opgeworpen samen met een andere vriend. De rest die zitten daar in die blokhutjes. Ik ga er zo ook weer heen om even lekker popcorn te vreten. Dit is hier het uitzicht. Daar zijn de bergen. En er zijn drie happen uit. Er zit een verhaal achter, maar dat ga ik jullie niet vertellen. Maar voor deze ja, goede dag gehad. Prachtige beelden kunnen filmen. Die zien jullie ook nog terug op YouTube. Daarnaast ja, lekker kunnen koffie kunnen doen nog onderweg. Lekker eten. Vandaag ja, was het eten op in de avond. Supermarkten waren dicht hier. Dus we hebben gewoon allemaal wat eten bij elkaar gedaan. En ja, samen echt te veel pasta gegeten. Maar goed. Niks aan te doen. Buik is in ieder geval wat gevuld. En ja, deze jongen heeft het ook weer goed gedaan vandaag. En dan vanavond even een lekker stukje slapen. In de tent. Ik zit liever hier dan in die blokhut. Want ik vind helemaal niks een blokhut. Weet je, het doet een beetje af aan het avontuur. En dan na een goede avond slapen, even douchen in de ochtend, gaan we ons avontuur weer vervolgen. En dan zie ik jullie snel morgen weer.